Selecteer de richting die de meeste driehoekjes heeft. Oké, dus zou dat links moeten zijn in dit geval. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1, go. Oké, dat is beneden. Beneden, omlaag. Oké, omlaag, dat is duidelijk. Dat is dan omhoog. Makkelijk. Dan hebben we hier omlaag. Go, go, go. Yo, mensen, welkom bij een nieuwe mobiele game. Vandaag spelen we hier left versus right, oftewel links tegen rechts. We gaan kijken of ons linkerbrein beter is of ons rechterbrein. Link, heel grappig, maar je hebt helemaal geen brein, dus het kan helemaal niet beter zijn, de link of de rechter, want je hebt überhaupt geen één. Haha, leuke reacties, haha. Nou, nu die allemaal hebben gehad, we gaan het spelletje spelen. Wil ik mijn bewustzijn, wil ik verbeteren, oké. Onthoud mensen en plekken waarin ik ze ontmoet, dat heb ik wel, alleen ik mis altijd de naam. Ik wil het heel slecht in namen onthouden, dus laten we die maar doen. En voor reflex wil ik verbeteren, denk ik de derde, denk ik, dat ik dat wil. Snelle berekeningen uitvoeren, denk ik, met logica. En voor geduld wil ik geconcentreerd en uitdagend blijven, denk ik. En dan doen we precisie, doen we fout herkennen. En als laatste aanpasbaarheid, succes van een andere manier denken als er een probleem is. Oké, we gaan gewoon lekker door. Later aanmelden heb ik helemaal geen zin in. We gaan gewoon lekker spelen. Dus dit is iets wat je dus dagelijks kan doen. Heb ik gelezen en vandaag gaan we de allereerste dag doen. We gaan kijken wat onze dagelijkse training is. Oké, begin de training. We gaan een logica training doen. Betaal mij een bil. Oké, we moeten een bil betalen. Je krijgt een rekening te zien. Oké, Bob is 10 en ik dus vraagteken. Totaal 25. Dus dat is 15 dat ik moet betalen. Oké, dat moet ik dus weten. Oké, duidelijk. Klaar. 3, 2. Oh, er zit wel geluid in het spel. Oh, maar heel kort. Oké, dat is dan 20 euro. Oké, nice. En dat is dan 25 euro. Dit is 20 euro. Ja, die pliepjes. Ja, sorry, ik heb geen geluid opgenomen. 14 euro. We hebben hier 12 euro. Even goed nadenken. Dan hebben we weer 12 euro. Was het dezelfde of niet? Ook 12 euro. Dit kan ik wel goed. 12 euro. Misschien 12 euro. Nee, 11 euro dit keer. En dan hebben we hier, er zijn meerdere dagen. Dat is 45, 25 euro. En dan loopt de game vast. Oh, reclame! Godverdomme! Nou, oké, die hebben we chill gedaan, denk ik. Goeie highscore, we kunnen verder gaan met precisie. Observeer en onthoud wat welke persoon wat ze bestelt, oké. Wanneer het item in de vraag komt, tik je op de persoon die het heeft besteld. Oké. Kijk, 3, 2, 1, we gaan doen, oké. Oké, je hebt een driehoekje, onthouden bestelling, oké. Jij hebt dat plusje besteld. Oké, hartje. Plusje, hartje, plusje, onthoud, hartje, plusje, hartje, plusje. Ja, we hebben plusje. Oké, dat is tot nu toe wel makkelijk. Oké, maandje onderaan, maandje onderaan, maandje onderaan, maandje onderaan. Oké, dat is die erboven dan. Oké. Oké, gewoon paars boven. Paars hoort boven, paars hoort boven. Oké. Oh, dat is echt best wel makkelijk. Oké, we moeten één ding doen. Oké, roze boven. Gewoon onthouden, roze boven. Komt helemaal goed. Roze boven, dat is bij roze boven. Chill, jongen, dat gaat makkelijk. Oké, driehoekjes boven. Driehoekjes boven. Dat is zeg maar een tactiekje die ik mezelf nu aanleer. Dat is best wel makkelijk eigenlijk. Driehoekje boven. Oké, krijg ik nu ook drie mannen? Oh, drie dingen onthouden. Oké, paars onder. Paars onder. Dat echt een super makkelijk ezelbruggetje. Oké, dat is dan boven. En dan hebben we hier. Oeh, deze is lastig. Oké, oranje. Oké, die is boven. Die is boven. Ik kon het houden. Oké, die was wel lastig. Die was lastig. Oké, een beetje oranje kleurtjes onderaan. Geel oranje onderaan. Geel oranje onderaan. Geel oranje onderaan. En dat is dan. Oké, bovenaan moet het dan worden. Oh my god. Oké. Deze heb ik niet onthouden. Oké, die was bovenaan. Yes! Oh my god, yes! Lekker gedaan, joh. Die was echt lastig, de laatste. Oh damn, ouwe. Oh, als we de rest willen doen, dan moeten wij ervoor gaan betalen. Of we kunnen een filmpje kijken om vandaag. We gaan wel een filmpje kijken. Of niet, ik ga een filmpje kijken. Oké, we hebben dus een eentje geduld. Nou, als ik één ding niet heb, is dat geduld. Wacht tot het nummer omgeroepen wordt. Oké. Tik op het ticket als het bij. Oké. Je moet gewoon geduld hebben. Wachten. Kijken hoe het allemaal gaat. Oké. En dat is dan 101. 105, oké, dat is hem niet. 104, ga 106, jezus, 106 en 103, ja, dat is hem, oké, we moeten onderstikken, onderstikken. Oké, 103 moet ik hebben, 103, dat is 105, dat is 103, ik heb hem, 101, oh mijn god, oh nee, 106 moet ik hebben. Kak, dit is best wel naar eigenlijk, dit stukje, dit is echt gewoon naar. Got another one. Oh, dit is wel interessant, 102. Of 104. Dat is een leuke variant. Oké, 102 is het. En 104. Hoppakee. Oh, je moet altijd aantikken. Oké, duidelijk. 104 en 103. 104, 103, 104, 104,
103, 104, 103. Nice, oké, nog 4 te gaan. 102 en 105. Dat is 106, dat willen we niet. Dat willen we niet, ga weg. 105 hier, dat is 103. Ik wil 102 hebben van u. En bingo, we hebben een bingo, valse bingo. Liedje zingen. Zag twee beren, broodjes smeren. Oh, het was een wonder. Was een wonder boven wonder. Dat die beren smeren konden. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Ik stond erbij en ik keek ernaar. En dan als laatste komt de 8. Ik wil de 8 drukken. Kom op, man. Dit vind ik echt... Deze minigame vind ik de minst leuke van degene tot nu toe. Laatst nog. Even 103 aantikken. Kom, tik 103 aan. Dan zijn we klaar. Daar heb ik geen geduld voor. Ik heb er geen geduld voor. Weet je waar ik geen geduld voor heb? Omdat ik hier een potverdomme video aan het opnemen ben, joh. Godverdomme. Waar vlekken er een eind op, joh. Bewustzijn. Ik ben heel erg bewust. Een aantal driehoeken zal verschijnen. Elke driehoek zal omhoog, omlaag, links of rechts wijzen. Quick count how many are pointing in each direction. Ineens random een stukje Engels. Selecteer de richting die de meeste driehoekjes heeft. Dus zou dan links moeten zijn in dit geval. Dan gaan we. 3, 2, 1, go. Dat is beneden. Beneden, omlaag. Omlaag, dat is duidelijk. Het is dan omhoog. Makkelijk. Dan hebben we hier omlaag. Ook makkelijk. Dan gaan we hier naar links. Dat is ook prima te doen. Dit is dan heel veel naar links toe. Dit is naar beneden, omlaag. Ik heb bijna omhoog getoetst. En dat is naar beneden. Ik wil links naar beneden. Dit is naar links toe. Of waarom nog een rechtsgat? Even wat liefde naar rechts toe. Dit is omhoog. Dat is prima. Op tijd ga ik niet helemaal vast doen. Dat is best wel lastig. Omlaag. Kak! Ik druk omhoog. Nee! Mijn perfecte score. Ik zei nog omlaag en ik tikte omhoog. Dat is my bad. Mijn vingercoördinatie is niet zo geweldig. Elk object verschijnt in een grotere achtergrond van zichzelf. Elk object zal gaan groeien om een gelijke grootte van de achtergrond te krijgen. Tik het object en zodra ze het complete achtergrond vult, hoe dichter de grootte van de achtergrond, hoe beter. Wees alert, tik niet te vroeg en als je te laat of te lang wacht, zal de uitdaging falen. Die kunnen we best wel doen. Moet u rustig groter worden. Pok. Dat was makkelijk. En dan moeten we hier wachten. Plok. We got him. Niet dat ik nu nog een keer mis ga toetsen. Dat zou heel vreemd zijn. En die hebben we ook. Dat is ook netjes gedaan. We gaan een record, jongens. En het lijkt net alsof het zo'n... Instagram post is, weet je wel. Die zo... Die waren allebei te... die heb ik gefaald? Are you kidding me? Ik dacht dat ze tegelijk te waren. Hoe kan ik nou op allebei letten? Die was perfect. Perfect, die ringtoont die. Klik. Die was echt veel te vroeg. Ik had hem. Eureka. Die één. En die één. Perfect. Naar de volgende. Driehoekje. Groot en groot. Kijk eens aan. Gaat lekker pik. En als laatste doen we de poem poem skurru poem. Skiap. Koe 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 koe. En als laatste uitdaging hebben wij aanpasbaarheid. Je moet concentreren op objecten van een specifieke grootte en of vorm. Tik alleen de doelobjecten in de volgorde van kleinste tot grootste getal. Dat kan ik. Ben ik heel erg slecht in. Dus 5, 6... ik snap het al. 4, 7, 12, 16, 20. Dat was hem. 7, 7... Welke moet ik doen? Wat zijn 5, 8, 11, 14? Van de meeste. Welke moet ik dan hiervan nemen? De 4 en de 5. Wie zegt welke ik moet nemen? 4, 8, 13, 16, 20. Ik heb werkbaar geen idee welke ik meer moet. 3 en 6. Dan niet. Dan doen we de 5, 10, 13. Die klopt dan wel. Dat is fijn. Ik heb het nu toch echt goed. Fout. Maar dan gaan we combo breken. Want hier hebben we hem wederom goed. En hier hebben we een 5, 13. Kak, 10 bedoel ik. My god. Deze was rukbunker. Gefeliciteerd. De training van vandaag is af. Maar je kunt meer spellen spelen om je hersenen nog groter te maken. Ik voel gewoon aan mijn hersenen dat ze gewoon een tikkeltje groot zijn. Ze zijn gewoon een stuk groter geworden. Ik moet zeggen, een geinig appie. Als je elke dag naar school toe moet en je zit in de trein of in de bus en je verveelt je elke keer, dan is dit wel een leuk spelletje om te spelen even om de dag door te komen. Even je brein eventjes goed wakker te maken voor school. Ik wil jullie breinen kraken door middel van een keuze te maken tussen deze twee video's. Je kan natuurlijk de bovenste video kiezen of de onderste video. Dat is echt een breinkraker. Kies maar een eentje uit. En maar ook kiezen om tussen mij te abonneren of
merchandise kopen? Ook een hele moeilijke keuze. Nou, ik zou zeggen, doe ze gewoon anders allebei. Nou, bedankt voor het kijken. Ik zei mijn mening, dat is later.